Oké, Rutger is weg. Jeremy is weg. Ik sta er weer alleen maar alleen voor. Het blokje zit er weer op. Dus zoals je net gezien hebt, of nou net, in het vorige deel, deel 2, hebben we de slinder gemonteerd, de kop gemonteerd, nieuwe zuiger, nieuwe pakkingen, nieuwe bougie. Dat zit er allemaal op, zit allemaal vastgedraaid. Nu hebben we dat op de toonbos gezet. De carburateur teruggezet. De carburateur, maar even kijken of het een goede sproeier is. Waarschijnlijk niet, want dat zien we daarna wel. Dus dat is vastgedraaid. Dan ga je uitlaatje eronder zetten. Ja, dat is wat ik nu ga doen. Even uitlaatje eronder zetten, luchtfiltertje erop. Kijken of het überhaupt loopt. En dan kijken we weer verder. Dus ik ga nu even uitlaatje erop zetten. Ik kan niet filmen, dan ben ik er mee eentje. Maar volgens mij hebben jullie wel gezien hoe het ongeveer aan elkaar steekt. Het uitlaatje zit erop. Het ziet er echt heel vet uit, deze toonbos. Nieuwe slinder, nieuwe kop, nieuw uitlaatje. Helemaal shiny. En wat het al heeft verteld. Dit is de stationaire schroef. Ik heb hem iets losgedraaid. En die is hier uitgetrild. Deze nieuwe 1515 carburateur. Dus die gaan we hier uithalen. Zo. Er zit dus een puntje op, een naald als het ware. Die drukt tegen de gasschuif aan. Hoe verder je hem indrukt, hoe verder die gasschuif omhoog drukt. En daardoor verandert je stationair toerental. Dus hoe dieper je hem indraait, hoe verder de gasschuif naar boven gaat. Zo. Dat gaan we zo meteen wel even afstellen. Ik hoop dat deze past. Dit is natuurlijk van zijn oude carburateur. Ik hoop dat dat werkt. Ja, we gaan het vanzelf zien. Dus de oude carburateur heb ik nog bewaard. Ik kan hier weer terug in. Ik kan hier weer terug. De spullen die hij meegenomen heeft. Nou, dan ga je even de elektronica aansluiten. Dan gaan we een luchtfiltertje erop doen, dat het zo gebeurt. En kijken of dit überhaupt doet. Doet het. Fijn. Nou, de rest even nog aanzetten. En dan kijken hoe goed hij daadwerkelijk rijdt. Dan nog even afstellen. Maar ik ben nu in elk geval nu heel erg blij dat hij doet. Het ziet er echt vet uit deze toonbos. Welke toonbos trouwens? Nieuwe onderdelen. Zoals jullie weten hebben we het velg even omgewisseld. Jeremy heeft een nieuw vel gekregen van Rutger. Nieuw. In betere staat. Alleen de lagers bij Rutger waren niet zo goed. En bij Jeremy wel. Dus die ga ik voor ze even omwisselen. Of voor Jeremy. Dus ik heb ze uit de oude al uitgehaald. Kunnen we gewoon uittikken met een schroevendraaier en een hamer. Zo gedaan. Dus ga ik ze nu even hier uittikken. Dan zijn ze omgewisseld. Want deze draaien haast niet. Die zijn nog in goede conditie. Dus dat ga ik nu even doen. Oké, ik heb ze allebei eruit gehaald. Dit zijn degenen die bij Rutger in zaten. Dit is een type die waar schildje in de zijkant zit, zodat er geen zand en geen water in zou moeten komen. Maar deze hebben buiten gelegen en die zijn nogal, nou, ze bewegen wel. Ze kunnen in principe nog wel, maar die draait toch een stuk soepeler. En deze zit redelijk vast. Dus ik ga deze even erin tikken, wat je daarvoor doet. Deze even voordoen. Deze leg je hierop. Zo. Dan pakken we een oude lager. Dan leg je daar bovenop. Dat kan met een dop doen, als je een oude lager hebt. Dan slaan we zo erin. Nooit op een lager zelf tikken en als je erop tikt, eigenlijk alleen op de buitenste schaal. Zo, die zit erin.
Het draait lekker soepel. Oké, achterwiel zit erop, tandwieltje erop. Dat is allemaal geregeld. En ga ik even deze linker kartkap eraf halen. Ja, ik moet er even dit voor loshalen. Maar goed, dit tandwiel is echt aan vervangen toe. Daarnaast zit het echt los. Het lekt olie. Op de achterwiel, op de ketting, overal. Dit veertje hieronder, ik weet niet of je het kunt zien. Dat is de kickstartveer. Die is kapot, dus die moet eventjes vervangen worden. De tandwiel gaan we nu nog niet vervangen. Moet wel echt vervangen worden, zo snel mogelijk. Maar ik heb hem nu niet liggen. Ik ga proberen iets vast te draaien als dat kan. Dat zal waarschijnlijk het lek ook helpen. En dan kijken we even hoe ver we komen. Ik ga even deze loshalen, voetsteuntje, linkerkant. Wat overigens los zit. Nee. Met de hand. Nee, niet echt. En dan kan het kapje eraf. Laat ik jullie even zien hoe het eruit ziet hieronder. Oké. Nou, dit is in ieder geval het kickstartveertje. Hier is kapot. Dus die kan weg. Zo. De rest van de oliebende. Dit is de tandwiel. Nou, ik weet niet hoor, maar dat is echt klaar. Dat is echt klaar. Die had al lang vervangen moeten worden. En daarnaast. Focus. Ik weet niet of je het echt kan zien, maar misschien wel op deze kant. Aan deze kant op. Helemaal los. Dus ik ga hem proberen aan te draaien. Maar misschien dat hij gewoon iets versleten is. Gaan we even kijken in elk geval. Oké. Plaatjes eraf. Moedjes eraf. Ik kan hem eraf halen, maar voordat we dat gaan doen, zo, als ik hier inzoom, kun je zien dat hij spinning heeft. Sorry voor de schreeuwende kinderen. Eén hand lastig. Oké, zie je dat? Dat mag hij niet hebben. En dan heeft hij dat hier bij het tandwiel helemaal vergaan is. En niet alleen daar, hier is hij vergaan. Die punten zijn super scherp. Dit is kapot. Dus het is echt tijd voor een nieuwe. Dus ik denk dat we eerst nieuwe erop gaan zetten voordat we verder gaan. Want ja, het is gewoon zonde om dit moment door te gaan. Terwijl we er nu makkelijk bij kunnen. En de puntenontsteking. Volgens mij staat hij goed afgesteld. Dus daar ga ik mijn vingers niet aan branden. Dus ja, jullie horen zo meteen meer. Zeg je? Kut ons. Wat zei je? Nee, is die slijtage is normaal. Nee, dat is toch die ketting die... die niet helemaal deed wat hij moest. Nee, precies. Dat hoort niet. Oh, dat is niet normaal, Jeremy. Nou. Goed. We hebben de tanden eraf gehaald. Ja. Voor. En mensen denken, joh, hoezo heb je een keer andere kleren aan? Ja, weet ik ook niet. Dat is de volgende magic. Dag. Magic. En ik ben even langs de Tongershop gereden in Wageningen. Ik heb voortandwiel. Maar is het goed nieuw. Oh. Ja, jongen, leg daar beneden, joh. Hé, is toch niet van jou? Is toch niet van mij. 26 tandjes, origineel. Moet ik nog even houten tandwiel erbij halen? Een kleintje? Ja, doe maar. Oh, die mensen, moet je eens kijken, joh. Leg even naast elkaar. Ja? Je kijkt hier zien, mooie tandjes erop, joh. Oh. Nou, we zien wel welke zeg maar beter is. Ik weet niet, maar dit is niet echt meer. Nee, hier, kijk hier, dit is echt hier helemaal afgebroken. Maar ook gewoon die ring binnenin, dit. Oh. Dat is een beetje, hoeveel speling die heeft, vergeleken met dit. Ja. Dus wat gaan we vandaag doen, Jeremy? We gaan hem helemaal mooi maken. Wat gaan we allemaal doen dan? Nou, we hebben dus nieuw vraagteken weer. Hè? Ja, nieuw vraagteken weertje. Ik heb nog een vraagteken achter of dat nog gaat werken of niet, maar... De kijkers weten waar die moet en hoe en wat. Ja, zo Jeremy niet. Filmen. Jeremy niet. En de olie moest vervangen worden en de pakking moest vervangen worden. En die voetsteuntjes, die boutjes hier zo. Voor die voetsteunen hier. Want die is krom en kapot. Dus Jeremy, wat gaan we nu doen? Nou mensen, we gaan eerst lekker naar de andere kant van de Thomas doen. Hè? Ja, welkom toch? We gaan deze mooie kant bekijken. Ja, en wat zit eronder? Wat gaan we doen? We gaan de kart er even eraf halen. Ja, rechter kartenkap. Ja, de rechter kartenkap. Je weet wel, ik weet niet of het de andere is, maar het maakt niet uit. Die andere is links. En die andere is links, ja. En dan gaan we lekker de olie eruit halen. Olie eruit, ja. Dan gaan we kapje eraf, vraagteken weer vervangen, alles weer in elkaar zetten. Al in elkaar zetten, nieuwe olie erin janken. En dan... Tandwieltje eerst even erop zetten hier in deze kant. Dat ook. Dat is wel handig. Ja. En dan ga kijken hoe die loopt. Ja,
Ik hoop dat het een braap 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 moet. Ja, Jeremy is... Excited. Yes! Oké, goed. We gaan even eerst de olie eruit laten lopen. Dus Jeremy, succes. Nou, Jeremy heeft net al heel professioneel luchtfilter eraf gehaald. Luchtfilter eraf en een oliebakje eronder. Ja. We gaan even lekker die olie laten lekken, joh. Yes. En wat we even gaan doen dan is eventjes die bout onderuit draaien. Niet die, maar hieronder. Om de olie eruit te mikken. Moet even kijken welke bout dit is. Ik kan het niet zien, joh. Normaal is dat een maatje 13, maar dit is zo'n zelfbouwproject. Dit is een plastic op geworden. Dus die gaan we even met die schroevendraaier die je in je hand had. Oh, die daar, ja, daar ga ik toch nog. Die je net weggegooid hebt. Die ja. Die? Wat is knee? Ja. Oh, nog even armpje opschroeven, dat we weer vet klauw krijgen. Oh, hij weet ondertussen hoe het eraan toe gaat. Nou nee, maar dat is gewoon een voorspelling, want ik verwacht dat die olie, nou het kleine beetje wat er nog in zit. Op de goede kant draaien, Jeremy. En dat is toch links? Ja. Goed los? Nee, jongen, ik kan toch geen beweging maken zo. Die eerste beweging even zonder bak. Dat was het eruit, jong, toen nog je ouders boos. Voor zekerheid even. Nou, heel snel de bak eronder. Ja. Oh, maak eens beweging. 3, 2, 1. Hij wil niet. Oh, mensen. Hey, nou, een losgebroken met een tang. Ik weet niet, het wel een. Wat is dat voor een tang? Waterpomptang. Volgens mij ook. Vind ik wel. Kom, we gaan losdraaien. Met de hand. Met de hand. Even lekker vet poot krijgen, jongens. Even kijken. Ah, goor. Lekker dit. Nou, dit is een goede kleur olie. Pikzwart. Zorg dat het niet dat op de stoep komt. Dat vind ik het best. Nee. Maar zeker zo. Het is pikzwart en het stinkt en het is weinig. Ik denk niet dat er genoeg olie in zit, Jerry. Oké. Okay. Deze vier in, mijn handje afvegen. Hij heeft wel de bout bewaard. Nee, dat is wel knap, hè? Zeker knap. Ja, dat gebeurt niet vaak, dat soort expertise. Dan gaan we die loshalen, kapje eraf, jullie hebben gezien hoe dat moet. En dan zien jullie weer terug. En kijken hoe ver we komen. Ja. Oké, okay, we hebben de kartenkap eraf gehaald. Ja, heel mooi gedaan. Of ik heb de kartenkap eraf gehaald. Ja, ik heb de olie eruit gehaald. Maar ik kan niet zoveel uit, maar... Nee, heel weinig. Dat is wel gezien. Dus nu gaan we eventjes de verstanding eraf halen en kijken of vraagtekenfeestje nog in zit. De zuigerstop zit er al op, dus deze even los. Dan kunnen we die eraf schuiven, dan kunnen we deze twee eraf schuiven en dan kijken we even. Prachtig. Is Jeremy, voor mij even een stukje? Ja, ik ga filmen. Ook een vet gepoten jakko. Niet aan mijn telefoon. Het is een maandje 17. Gelukkig hebben we nog daglicht. Niet veel meer, maar. Huh? We hebben nog een beetje daglicht. Scheelt. Oh. Nou. Ziet dat er mooi uit? Ja, toch? Ja. Oh. Zo, en dan de standing eruit. Standing eruit, hoppa. Zie. Ja, niet iedereen wist het, maar Thomas heeft twee kettingen. Je vraagtekenveer zit er nog op. Hij is niet kapot. Hij is niet kapot. Ik dat is hem. Dat is wel mooi. Dus dan nooit het weer opzetten. Zo mooi. Nee, dus die wilde helemaal niet open hoeven maken eigenlijk. Dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit, nu weten we het. Er moest toch niet olie in. Dat is waar. Ja, wie had verwacht dat er iets niet kapot zou zijn dan die Thomas? Precies. Dat er iets gewoon mechanisch goed zou zijn? Niemand. Nee, daarom. Nou, Jacco heeft een extra veertje. Ik heb een extra veertje. Voor het andere Thomas project. En nu in andere video's meer over zullen zien. Precies. Zo even kijken of dit werkt. Ja, dat werkt. Ah, niet goed. Ik moet er bijna de braaprap ervan afkomen. Nu kunnen we er weer opzetten eigenlijk. Dat was eigenlijk heel snel even controleren. Of alles nog wel goed was. Of alles nog wel goed zat. Dat prachtig blokje. Precies. Ja jongens.
Mooie nieuwe uitlaatpijpje. Ik kan wel zien wie het heel erg mooi vindt, in elk geval. Toch, Jeremy? Ik zou niet weten wat je bedoelt. Die is nou op zijn kop? Ja, maar dat niet. Jongen. We zetten de wereld van die mensen op de kop. Oké. Okay. Van de kijkers. We gaan hem weer in elkaar zetten en dan zijn we zo weer terug. Hoi. Hoi, Jeremy. Hoi. We zijn weer terug. Ja. Met een nieuwe aflevering van Bonus. Zeker. Waarschijnlijk nog steeds dezelfde aflevering, want de vorige filmpje is niet zo goed geëindigd. Nee. Maar waar we eindigden ook weer? Was iets met dat blok of zo? Nee, of? We hadden het blokje uit elkaar gehaald, toen weer in elkaar, toen waren we moe, toen ging het een beetje mis. Maar goed, het zit erop. Het blokje zit erop. Ja. De outlet zit erop, die zat er al op geloof ik. Ja. De vertanding zit erop. Nieuwe tandwiel aan de voorkant, dat is dus allemaal geregeld. Ik weet niet wat we allemaal behandeld hebben in de vorige video. Ja. In elk geval, nu 8 uur zit erop. Eigenlijk zit van alles erop. En hij loopt ook. Maar het was niet, het was echt niet goed. Niet helemaal goed, maar ja. We hebben even gekeken. En de sproeiermaat die erin zit, 68. Ja, dat is een beetje too big, hè? Ja, want ik heb bijna dezelfde setup als deze Thomas. Gaan we even hier naartoe. Dit is deze Thomas. Ook met hetzelfde blokje. En die heeft 58. 58. Dat zijn gewoon 10 hele maten naar beneden. Maar ja, ik ben mijn sproeiers kwijt. Dus die kunnen we ook niet erop zetten. Nee, dus we hebben even anders bedacht wat we nu gaan doen. We gaan even de handvat even strak maken. Ja, want er is nog meer dan genoeg te doen in deze Thomas. Kijk, ik kan het even laten zien, maar ik heb het al losgeschroefd. Dit handvat, dat is, als je dat helemaal vast draaide, dan kon je dat nog gewoon zo bewegen. Dat is niet handig. Dus vol gas was Nicky, oh. Ja, vol gas was Nicky. Dat is niet handig. Dan kun je hem zeg maar zo nog gewoon bewegen. Dat is niet fijn. Niet handig voor een handvat. Dus hier zit een klemmetje. En ik had bedacht, als we nou hier met de slijp, met de dremel even een stukje wegslijpen in het midden. Dan kan hij dus strakker klemmen dan dat hij origineel kan. En dan klemt hij dus beter en dan draait hij niet. Bonus modifications. Dus dat gaan we nu even doen. Bonus customs bedoel ik. Kijk eens. Dus, dankjewel, mama. Van mama gekregen? Ja. Ik had gevraagd om dremel met voorval gespot. Voor Sinterklaas. Of kerst. Ik weet niet. Volgens mij omdat ik mijn diploma heb gehaald. Oh, dus, heb je die bomen gehad? Ja man. Shit man, de tijd gaat hard. Dus goed, dan gaan we fixen. Dus we hebben een stukje eruit geslepen hier zo. Even kijken, Jeremy. Hieronder. Kijk. Even scherp stellen. Oh, ja. Nou mensen, het is gelukt. Jacco heeft zijn magic. Ja, dus we hebben gedaan. Hier een 20. Oh, hoe kun je het zien? 20 mm lange M6 moer. Bout. Met een moer erop en een ringetje. En dan goed aangedraaid, met een sleufje in gemaakt. Dan kun je het tegenaan slaan en... Ja, nu ben je zitten. Solide. Dus, we zijn weer een stapje verder bij het fixen van deze Thomas. Ach ja. Wat staat nog op de planning? Kleine sproeien. Kleine sproeien en... Ja, wat niet. Ga je nog de kappen erop doen? Ja, de kappen. En dan hebben we hier nog, nog twee dingen. De eerste is een visje wat... Mist. Hij ligt thuis. Nou, het borgclipje is kapot. Dat is niet helemaal veilig. En dan nog wat. We hebben hier een andere remtrom opgezet. Dus deze remhevel, die loopt vast tegen de achterbrug. Dus ik denk dat we hier gewoon wat ringjes tussen gaan zetten. En dan moet dat gefixt zijn. Dat kunnen we nu gaan doen, denk ik. Ja. En dan even de kap kijken misschien. Want we wachten even op de spoelers, want die hebben we nog niet.